Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe Minecraft map. De laatste keer hebben wij de Elytra Factory gedaan. En vandaag wil ik nog een Elytra map spelen, want dat vind ik gewoon super leuk. En het heeft meteen ook een custom texture pack of een resource pack. Dus we hebben hier een... Ja, een... vogel. Dus we gaan het spelen. Ik ben benieuwd hoe de map is. Ik heb geen idee. Welcome to Solitech Corp. You must be the new employees. The boss is waiting for you. Take the elevator. Take the elevator. I will take you to the elevator and shut your mouth. Ik wist helemaal niet dat dit een dikke story had of zo. Ik dacht, het is gewoon een beetje parcouren. Cool. Oh, leuke plantjes. Hey, Captain Sparkles. Is dat geen idee wie dit is? En geen idee wie je bent. Oh, nice. Oké. Doe je, Betsy. Fancy. Echt, ik kan echt gewoon met een parcoursmap te maken hebben, net zoals de vorige keer, maar het is echt gewoon... Dit is gewoon best wel leuk. Oh! Oh, nice! What the hell? With the help of... Ik heb die eerste naam ook niet gelezen, dus ik lees die tweede ook niet. Oh! Elytra Rush! Map voor 1.17.1, dus linkjes ervan in de beschrijving. Als je me ook wil spelen. Hoezo? Hoezo? Nou ja, het is al wel. Nice, oké. Welcome to Solar Tech Core's lab. Thank you. Follow me, please. Now shut you your up. You might know us as a leader in technology. Nee. No, no. But in fact, yes. We never invented a single thing. We found a portal leading to another dimension. Oh, nice. This dimension is technologically more advanced than us. Oh, cool. So all we do is go there and bring back their technology. And that's where you come in. We located a few artifacts. Oh, nice. Your job is to collect them. Nou, goed gedaan. Oh, we hebben hier previous. En next, maar... Oeh, dat is fancy. Maar je hebt hier ook... Je kunt daar ook heen, ik weet niet wat daar allemaal is. Maar bijvoorbeeld de story. This map is part of a bigger storyline. Click here to see the other map. Wat? Other maps? Nou, wat de story is, mag Joost weten. Ik dacht dat het een grotere story was. Kunnen we hier ook allemaal dingen vinden ofzo? Voordat we gaan beginnen. Oh! Dit ken ik. Hé, hey, dit ken ik. Die parcoursmap, die ken ik. Is dat een soort nat? Zo'n knikje? Zo, ja, dat hebben we toen gedaan. Hé, hey, ik ga hier recht ervoor induiken. Dat we misschien ze allemaal kunnen doen uiteindelijk. Goed, we gaan beginnen. Sky is the limit. Oké, we hebben hier te maken met een mooie... Wow. Ik wist dat de perspectief vergroot was, maar ik was van even helemaal vergeten. Oké, restart. Oké, let's go. Hoppakee, we gaan de Elytra map doen. Woe! Oh, dat is echt nice. Oh, dat vind ik zo leuk altijd. We gaan het F5 spelen, dat is veel leuker. Dan zie je mezelf ook een beetje vliegen. Oké, misschien toch niet... Oh, wow. Dat had ik nog goed gesaved, joh. Oh my god. Dit is zo cool. Het is ook zo gaaf dat het zo... Plus 10 seconden. Nieuw level unlocked. Nice. Oh, bluestone, nice. Oké, ja, de mine, let's go. Here we go. Oh, we beginnen ook in de mine, dat we de mine zijn geëindigd. Hop, hier krijg je rockets waarschijnlijk. Ja, dat is bij elke map of zo een ding, want dat was bij die vorige ook. Hop. Oké, hier moeten we gaan duiken. Ho! Ah! Koude vieze schei. Wacht eens even. De vorige keer dat ik toen... Die plus 10 seconden is dat ik als ik damage krijg. Dus ik heb die eerste eigenlijk ook... Geef me even. Ik ga hem heel even opnieuw doen. Ik snap helemaal niks ervan. We gaan gewoon vliegen. Dat vind ik het leukste. Fuck die tijd. Die changes zijn ook mooi gemaakt. Oh, nu hebben we die tijd niet. Oh, dat is wat ik de vorige keer had. Vergeleken met de andere... Ik stop toch ineens met vliegen. Verleek met de eerste keer. Aha, oké. Okay. Ah, vies vuil. Ja, vies vuil. We blijven lief. We blijven lief. Oh my god. Mamma mia, fiek. Ik vind deze niet zo aardig. We zijn pas bij level 2. Kom maar. Ik moet het foutloos... Ik zei, ik wil het foutloos doen. Vervolgens dikke aanraking met de map.
Deze was lekker, ja. Nee! Oh! Ik ben echt benieuwd naar die parcoursmap, want die ken ik van of van mezelf of van Captain Sparkles. Dat hij die ook gespeeld heeft. Nou, we zien wel in de toekomst of we alle mappen gaan spelen. En misschien uiteindelijk ook in chronologische volgorde. Naast deze dan, want ja. Ah! Oh! Nee! Oh my god. We waren er anders. Kutzooi. Nou, weet je, bij die andere was het ook aan het einde een plus 10. Oh, wat is dit? Geen idee. Oké, ja. Ocean. Oh, we beginnen meteen met een. Cool. Oh. Wat? Ah! Oh, wow, wat ik daar links aangeraakt. Vind ik heel knap. Oh, my god. Oké, okay, let's go. Hierdoor, ja, oh nice. Wat lager. Oké, okay, let's go. Oké, okay, de eerste krat ik hem ook. Come on. Ja, zo kan ik mijn richting goed doen. Nee, dat ik moet het bewaren. Oh, ik heb hem nog. Let's go. Ah, oh. We did it. Oh. Ja, vies kut. Wat hebben we nu gekregen? Een... Ah, ik heb geen idee wat het is, maar goed. Nu de mushroom. Oké. Okay. Oeh, nice. Diamond ore, nice. Oké, okay, here we go. Is er een tactiek aan wanneer je die dingen moet activeren? Ik denk het wel. Oeh, oké, okay, nice. Die was goed. Oh my god. Ah, mam. Moest daar omlaag kijken, anders ging het niet goed. Oh, die pijl. Oh. Komen ze ook nu mee in plaats van midden in de course? Ja, oké, ze zitten wel middenin. Het is misschien irritant om dan abrupt gestopt te worden. Maar dan nog, ik wil het liefst dan ook wel gewoon meteen weten dat ik gewoon meteen opnieuw kan. Oh my. Ja, nee, dat dacht ik al, gaat het niet worden. Wat deed ik daar? Wat de hel? Oh, 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 oh. Nee! Nou ja, maakt even niet uit. Oké. Okay. En door deze, en door die. En nu even wachten, en nu zo. Langs die hoek, oké. En hap, en hap, en hap. En hap, en hap. Ja, die was lekker. Oh, die was ook heel goed. Ja, die was ook heel nice. Die was ook heel goed. Omlaag. Ah, god. Maar dan kreeg je er twee. Oh, ik dacht al. Ik had toch echt maar door twee ringen. Dan kreeg ik uiteindelijk totaal drie. Nee, ik weet het al. Ja, echt vies spel. Waarom ga je de laatste seconde ineens toch hoger dan dat jij eigenlijk wil? Zit ze in mijn rechteroog. Ga eruit. Ja, godverdomme. Oh. Ga naar mijn traanbuis. Afvoersysteem, I don't know. Put. Het gaat hem dat wat halen. Ja, vies. Wat is vies? Ik doe het al twee keer achter elkaar. Doe ik het verkeerd. Oh, eindelijk. Nu bij deze. Ja. Wat voor gekke geluiden maak ik. Ik hoor dat door een rocket te krijgen, of hoe zit het nou? Ja, hallo. Oh. Ah, maar niemand. Oh, dit gaan we niet halen, hè? Nee, dat dacht ik al. Hé? Hoezo krijg ik er weer geen? Again, wat is dit nou? Waarom haal ik daar mijn fucking rocket niet uit? Wat doet er bij elk. Ja, stik erin. Oh, had ik hem niet doorheen gegaan, dan haal ik hem ook niet. Ja, laten we maar even kijken hoe dat zit hier dan. Bij elke haal ik een rocket, waarom bij deze dan niet? Again! Nee! Nou, hè? Wat krijgen we? Het is gewoon een stick, alleen dan op een andere persoon. Of een andere... Of een wat? Nee, hè?
Nou, dan gaan we naar Lush. Hopelijk is die iets makkelijker. In de zin van dat er geen rockers gespamd worden die dan niet in mijn inventory komen. Ook dit soort dingen vind ik leuk. Dat we gewoon omlaag gaan. Kijk, dat vind ik lekker. Dat vind ik lekker. Heel satisfying. Hop, omhoog. Hop, omlaag. Moet ik daar omhoog zeker? Dus. We did it. Let's go. Die was heel makkelijk. First try. We krijgen allemaal gekke artifacts waar ik helemaal de naam niet van weet. Crimson. Here we go. Bijna de helft van de map trouwens. Ik zeg, waar moet ik heen? Moeten we dus hier tussendoor? Oh, daar halen we wel. Vandaar. Yeah, nice. Oh, ik denk dat ik daar een rocker moet bewaren. Want anders, ik denk niet dat het die eerste keer per se nodig is om te gebruiken. Laten we even kijken wat als we een rocket bewaren. Of we dan er eentje wel krijgen, of dat we dan geentje krijgen. Geentje? Geentje? Ik vraag me dan dat af. Dan moet ik dus daar niet gebruiken, dan hoppakee, dat daar wel, dan twee keer... Hè? Ik denk bij deze wel. En bij deze hoeft het niet, denk ik. Dus die bewaren we nu. Nee, dat is niet hoe het werkt. Here we... Nee, dat had niet gehoeven. Nee, dat moest niet. Wij deden het nu goed. We moesten hem de tweede vieze vuile hoop. We moesten hem de tweede keer bewaren. Dus de eerste keer wel, maar de tweede keer moeten we hem niet aandrukken. Bij aandrukken krijg ik een heel raar idee van wat het nou eigenlijk inhoudt. Zelfs nog één over, zag ik. Dat was nice. Oeh. Nee, nou ja, maakt niet uit. Oh. Precies 30 seconden, wat satisfying. Ik wou zeggen, wat krijgen we? Can you repeat? I'm telling you. Oh. There is something wrong with the dimension. Oh nee. Why is everything so big, but the artifacts are normal size? We don't have time for this. Oh nee. May I recall Let's see. You that in Wat a few aan de hand? Days the Earth is going to be destroyed. Oh serieus? We need an artifact nou, powerful enough to destroy the asteroid. Moet echt die andere mappen spelen. I know that. But what if my theory is correct? Dat weet ik niet. What if this dimension was once a battlefield? And what if they would come here to kill us? Ja, maar hij gaat Enough. Toch wel dood. Go back to work. Interessant verhaal. Op naar Delta. Oeh, daar gaat net een portal. Nice. Okay. Ik denk dat je dat moet bewaren, of niet? Ja, ik denk het wel. Oh, die zijn heel satisfying. Kun je daar omhoog? Iets eerder omlaag. Ja, anders krijg je dat. Dus nog iets eerder omlaag zelfs. Hoezo, daar raak ik iets aan? Helemaal niet. Wat? Oké. Daar ging iets niet goed. Oh, echt een meter niet. Oh, ik moet die rocket pas gebruiken, al ga ik omhoog. Maar dan hou je, als je een rocket gebruikt, dan behoud je je momentum richting die kant waar je opkeek wanneer je de rocket gebruikt. Nou, maakt even niet uit. Mijn extra rocket maakt ook even niet uit. Nou, we hebben hem. Maakt niet uit. 1 minuut en 2 seconden. Goed gedaan. Nieuwe artifact. Een... Wat ben jij? Een Infinity VR bril? Ik heb geen... Nou, trouwens, het ziet niet uit als Infinity trouwens. Nou, maar weet ik niet. Oké, okay. Soul Sand. Gaan we zo meteen naar The End? Dat zou wel cool zijn. Ik wil ook echt een mega map doen, dat lijkt me wel cool. Oh, er is zelfs vuur hier, wat cool. Huh? Dat was heel dom, waarom doe ik een aanloopje? Dat is helemaal niet nodig. Dat gaat van de tijd af. Nou, dat komt bij de tijd bij. Oh, moet daar omhoog. Ik was even heen. Oh, dat ging helemaal niet goed dus net. Oké, okay, cool. Wat voor boer was dat ook? Ja, godverdomme. En hop. Had ik het net op de taal niet door trouwens. Wat de heck.
My Mamma Mia. Hoja! Oké, goed gedaan. Omlaag. Omlaag. Ietsjes anders. Goed zo, want dan hadden we iets meer momentum tijd. Ik weet niet of dat nou echt iets is wat bestaat. Maar godver de vieze vuile. Ik heb echt iets met bochtjes maken. Dan ga ik iets eerder de bocht in. Moet mijn rijlessen niet doen, want dan zit ik zo de berm. Of in een huis. Of in een mens. Dat laatste gaan we maar niet vanuit. Oh! Mama, hoe haal je dat? Ietsjes, ja, ik wil zeggen iets ruimer de bocht nemen. In plaats van meteen denken, oké, daar gaan we. Oh, zo doen we dat. Oké, top. Oh, daar komt een irritante. Let's go! Ik had het iets eerder kunnen halen, maar ik was bang dat ik dan eraf vloog. Wat hebben we nu? Een printer, denk ik. Of een hoofd met een dikke planga. Oké, ship. Here we go. Oeh, nice. Oh, dus inderdaad echt verticaal schip hier zo. Dan moet hij door het schip heen. Interessant. Oh. Ah, wat? Excuse me? Hoe doe je dat? Moet ik dan die rocket bewaren? Die ik dan niet hier krijg, maar die ik dan... Daar. Hè? Wat? Hé, maar dat kan toch helemaal niet? Oh! We zien zometeen wel hoe we dat willen halen. Oh, oh. Oh ja, dat kan wel. Oh my. Maakt niet uit. Maakt helemaal niet uit. 10 seconden trouwens, best veel. Maar we hebben hem gedaan. Oh, dat was een fijne dat ik die heb. Zo, dit is dikke blast gun of zo. Een blast ball gun. Een slime ball gun. I don't know. House. Hoe zitten we in het dak van het huis? Wat cool. Ik wou zeggen 1.17. Bestond koper toen al. Ja, dat ga ik altijd even vergeten. Hoe lang koper alweer bestaat. Dat was een hele irritante. Want die zag ik niet aankomen. Maar ik vergeet altijd dan hoe lang koper al wel niet bestaat. En hoe eigenlijk ver weg. Maar ook weer hoe niet ver weg de updates zijn. Oh, wat? Oh, dat had ik helemaal niet verwacht. Nou, we halen dat nog, dus dat is top. Ja, ik wist het gewoon. Daarom ging ik allemaal omlaag kijken, maar dat was zelfs niet genoeg. Nou ja. Oké. Oh, nee, maar dat... Oh ja, omhoog, dat was ik alweer vergeten. Ik denk ook dat die Dandelion of die Lily of the Valley daar de opening is. Maar dat is helemaal niet zo. Oh, van over een mooie loom vliegen, ook leuk. Oh, oké. Ging bijna niet goed. Oh, het einde. Oh, dit is helemaal niet het einde. Dat is... Oh, nee, ik dacht dat het platform van platform was. Nee. Dus ik wilde het laag betreden, maar ik moest het nog lager betreden. Dus ik wilde het hoog betreden ten opzichte van dat ding zelf. Maar dan moest ik laag betreden, dus daaronder. Oh, nou ja. Ik denk ook dat daar iets is, maar dat is de Lily of the Valley. De Lalai of de Vallei? De Lalai of de Villy? Ja, nee. Dat gaan we niet doen. Here we go! Here we go! It's a me, Luigi! I can... Omlaag! Zo, omlaag kijken. Dat word ik even helemaal gek. Nee, dat maakt niet uit. Ik kon er minder hard aanvliegen, dus dat is wel iets minder. Nee, ik ga gewoon erdoor! Dan gaan we heel hard omlaag, dus dan halen we dit met gemak. Ik maak steeds gekkere geluiden. Ik hoor ook half Limburgs en half Belgisch. Ik bedoel Vlaams, sorry, Belgisch is niks. Is dat een verbreding naar alle België? Nou ja, nee. Maar ik bedoel qua taal. Belgisch bestaat niet, dat is Vlaams. Oh, oké, gelukkig. Ik verlies wel snelheid, maar dan doen we het gewoon even hier corrigeren. Oké. Fucking finally. Oh, daar ging er bijna overheen. Oh, eindelijk, nog 2 te gaan. Nu krijgen we een...
een soort SD-kaart. Ravijn. Bubbels zijn gemaakt van diamanten. Cool om te weten. Waar moeten we heen? Dat zie ik helemaal niet. Het is heel onduidelijk waar ik heen moet. Maar nu weten we het in ieder geval dat we ineens straks daar omhoog moeten. Oh, daar ging door een bubbel heen. Nou, mag wel, maar... Dus waar ging ik heen? Wat was mijn bedoeling daar? Oh, je moet één bubbelkolom door en dan moet je omhoog. Oké. Dus ik moet mijn rocket daar nog niet gebruiken dan. Moet ik hem juist bewaren. Oké, nee. Dat was iets wat ik totaal niet aan zag komen. Ik kan maar even een worst wezen. Ik heb zoveel... Oh, je mag ook niet doorheen als je die ene nog niet hebt. Wacht even, als ik deze oversla, hè? Oh, nou, nee, dat wil ik niet. Als ik deze oversla, hè? Kan ik daar ook nog niet doorheen? Oké. Ik dacht dat ik dat eerder dan wel had gedaan. Ja. Oh, dan kan ik er tegenaan knallen. Dan mis ik hem, maar dan kan ik wel door. Ah ja, maar dan heb je wel die ping. Ik vraag me echt af, moet ik dan ineens zo omdraaien? Oh, ik heb hem nog wel. Visueel is denk ik echt mijn stopwoordje geworden. Of staat een stopzinnetje eigenlijk. Nee! Had ik hem nou wel? Ik weet het niet meer. Nee, nou, maakt even niet uit. Oh, dat was het al. Ik weet niet hoe ik dit ooit gedaan heb, maar ik heb hem. We hebben nu een pot met een... Wat is het? Het lijkt op een sniffer. Dan nu de laatste library. Oké. Deze gaan we in één keer halen. Let op mijn woorden. Deze gaan we in twee keer halen. Let op mijn woorden. Dus ik vond dat we daar ineens abrupt omhoog gingen. Oh, ik had het kunnen halen. Maakt niet uit, het kan nog. Ik heb er zoveel rockets. Maakt niet uit, we hebben het gedaan. Woehoe! Ik heb een beetje op Mario. En een klok. You wanted to see me? Oh, spannend. Yes, we found something. Oh. You wanted to see me? Yes, I wanna fuck. Or maybe should I say someone? He currently seems to be in a coma. He was seriously injured when we found him. Oh nee. But we managed to heal him. Oh, we think he might know something about the artifacts. Oh nee. Alright. Keep an eye on him then. Also, there is one more thing I need to tell you. I love you. When we found him, he had some kind of weird clock device. Oh, that's all we about think that. It might be a time machine. Oh nee. Can you make it work? I'll try my best. To be continued in Rewind Time. Hey! Nou, ik ben benieuwd naar die andere mappen. Doe je het nu wel? Ja, we zien wel ooit of we de andere mappen spelen. Maar dit was het voor vandaag. En hopelijk vond je het een leuke video. En dan tot de volgende keer. Later en joe.